Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video van Sander MTB. We zijn vandaag in Italia, yes. Ik heb mijn bril vergeten. We zijn met de vrachtwagen. We gaan een stukje de berg in. Dus ik hoop dat het leuk wordt. Oh, ik ben ook mijn microfoon vergeten. Dus er zal niet zoveel gepraat worden als ik aan het rijden ben. Ciao, ciao. We zijn in Massone, by the way. En dat is... Het is eigenlijk een wandelpad, hè, geloof ik. Maar moet ik daar naartoe wandelen? Noem me dat maar. Ja, moet wel echt zo. Lekker bezig. We beginnen dus op het asfalt, uiteraard. Maar straks zal het onverhard worden. Ik hoop zo dat je me nog kan horen. Beekje naast me. Geluiden van watervallen. Ik ben aan het genieten. Stevige klim gehad. Op asfalt nog steeds. Maar nu het onverharde op. Hier dus. Het is trouwens pas nu 7:30, 7:15 begonnen. Schitterend mooi, lekker op tijd licht. Jumig, rockgarden omhoog. Overstroming. Oké. Nu dus zaak om op mijn fiets te blijven zitten. Want ik nat als het is. Jongens, dat gaat niet. Kijk nou diep. Dat worden natte voeten. Nou, misschien zo. Kijk mijn wiel dan, als je het kan zien. Ik ben er. Natte voet. Er kan niemand fietsen, denk ik. En ik moet hierin. Wat is dit nou weer voor pad? Ik hoop niet dat dit te lang duurt. Gelijk nog weg ook. Ik heb ook maar beperkte tijd vandaag. Vanmorgen. Ik ben nog steeds dit pad aan het wandelen. Nu ben ik ook het pad kwijt. Allemaal gekloot. Dit lijkt niet eens op een pad. Ik zit weer op het pad. Ik zit weer op het pad. Ik ken nog fietsen ook. Als ik het niet verleerd ben. Oh. Nou, dat was een beetje extreem off the road. Mensen, wat zie ik daar nou zitten? Serieus. Heb je dat nooit gezien in Europa? Wat is het? Wow. Freak, wat is het? Kijk dan hier. Heel bizar. Als je weet wat het is, zet het even in de comments. Als je dacht dat het niet erg kon. Nou, ik loop gewoon op een waterval. Mensen, wat is dit voor pad? Fiets je maar weer even op de schouder. Te weinig met mountainbiken te maken. We gaan naar beneden. Nou, goed opletten voor de stenen, maar we kunnen even op de fiets. Geen geintjes, dan leg ik beneden. Huh?
Heer waterval. Maar even niet opletten. Oh ja, nou, dit kan dus weer niet gefietst worden. Oh ja, zit er weer. Een van de meer. Nou, dat soort enge beesten zag, moet ik wel uitkijken voor slangen. Misschien. Het lijkt echt serieus op dat ik de top heb bereikt bijna. Weinig stenen meer, gelukkig. Ik kan weer fietsen. Beter blijft het pad zo. Dan kunnen we nog een beetje normaal tempo maken. Überhaupt fietsen. Is dit dan echt de top? Denk het. Nou. Downhill. Niet te verstehen, hoop ik. Dan houdt allemaal wel. Met mijn hardtailtje. Beter. Fiets is toch leuk. Wow. Smal. En rotsig weer. Wat een uitzicht. En wel een drop-off. Wow. Ik kan aardig wat fietsen nu, maar ik wil toch tegen de mensen zeggen in Nederland die op hun mountainbike parcours een rockgarden hebben. Nou, dat mag niet eens kiezeltuintje eten. Dit is pas rockgarden. Oef. Lekker met je hardtail. De ene keer is dus fietsen, de andere keer is weer wandelen. Maar het blijft mooi. Kijk, hier is wel gaan. Oh, oh. Weet nooit wat er te wachten staat. Oh. Yeah. Een splitsing. Geen tijd voor de borden. Ik volg de gele. Gele route lijkt het wel. Maar weer omhoog. Dat is niet de bedoeling. Brede pad. Een goed downhill gevoel krijg je nu. Stenen zijn iets kleiner. Af en toe moet je gewoon laten gaan, die fiets. Oh, nee. Zo. Niet te gek maken. Ah, kijk nou. Een open plek. En weer een beekje. Hoppakee. En weer grote stenen. Ik zie je weg. Ik zie een weggetje. Oh, asfalt. Ik ben nooit zo blij met asfalt, maar nu wel. Maar zo naar 3500 meter. Ik bedoel, 350 meter. Een hele steile weg. Hehe. Super glad. Al die bladeren. Dus voorzichtig zijn. Verdwaalde stenen. Oh ja, ik heb geen microfoon. Wat is dit nou weer? Nou, nu. Navigatie zegt toch echt zo? Hallo lieve mensen, mag ik zo? Denk het niet. Toch even kijken. Ga maar gewoon. Ik weet het niet. Hey, poes. Hoi poes. Laat me lekker zitten. Oh, het is toch wel een pad. Spannend. Oh. Nog een keer. Ja, nog sprong ook. Nou, ik ga even rustig aan doen. Oh. Ik hoor de watervallen weer van het begin. Aan de andere kant van de weg.
die hoorde weg. Zit in de huizen. Haast nog even. Nee, doe nou rustig aan. Nou, ik ga hier op je muil. Kijk, de weg. Hoppakee. Zijn we weer. En zo rijden we het dorp weer in. De klok staat 9:45. En zo komen we aan het einde van deze rit. Daar staat mijn autootje. Moederziel alleen. Zo, flesje water. Nou, dat was hem. Mijn hike. Meer hike als bike. Maar wel een mooi gebied. Heel mooi gebied. Daar ergens bij die wolken was ik. Hartstikke bedankt voor het kijken. Op naar de 400 abonnees. Als we 400 abonnees hebben, of nu eigenlijk al, mag je vast een challenge bedenken. Gooien we die in de Rad van Fortuin. En dan draaien we. En degene die eruit komt, gaan we gewoon doen. Wel een beetje een normale challenge. Luc moet het ook kunnen. Bedankt. Doei doei.